Peter, welkom op dit paardenevenement Paard 2014 alweer. Vanavond net de Masterspringen afgerond. Hoe kijk je terug op deze mooie rubriek? Ja, we hebben genoten van de paardensport hier vanavond met lokale, regionale ruiters. Dus dat is altijd mooi om te zien. Het was spannend in een hele mooie sfeer. En we hadden als gemeente Hardenberg een aantal gasten uitgenodigd. En die hebben zich hier prima vermaakt vanavond. Kijk, het is heel fijn om te horen. We zijn ook heel blij met dit mooie evenement. Ook zeker met alle vrijwilligers die hier werkzaam hebben. Zo bij elkaar toch een 70 als iedereen meerekent. Daar zijn we uitermate trots op. Een leuke vaste groep vrijwilligers uit de gemeente. Je moet zeggen, ook vanuit alle kanten van de gemeente. Dederswaard, vanuit Ommen ook nog. We zijn er ook trots op om dit met elkaar hier in Hardenberg in de benen te krijgen. Nou, en zoals je ziet, veel sponsoren die dit evenement ondersteunen. Ja, dat geeft toch een stukje uitstraling waar de gemeente trots op kan zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? Qua ontwikkeling, Peter, dat we nog wat meer misschien uit kunnen bouwen? Dat zou heel mooi zijn. Afgelopen dagen zag ik al in Hardenberg en omgeving paardentrailers, vrachtwagens rondrijden. Ik denk van nou, paard 2014 is weer begonnen, dus dat is goed. En het is mooi om te zien dat er zo'n draagvlak is. Hè? Vanuit mensen die vanuit hun liefhebberij voor paardensport of anderszins hier een bijdrage leveren. Daar kun je alleen maar heel veel respect en waardering voor hebben. Voor die mensen die zich allemaal hiervoor inzetten. En ik hoop en ik denk dat er goede kansen liggen om het evenement groter te maken. Zodat het ook meer in de regio nog meer betekenis gaat krijgen. Zoals het er nu uitziet, zoals het erbij ligt allemaal. Is gewoon fantastisch en dat vertelt zich vanzelf rond, dus in die zin goede randvolgen. Nou, mooi te horen, dankjewel voor deze opmerking. Okay. Dankjewel. Ja.